De 78-jarige Rients Gratama uit Akkrum staat al vanaf 1957 op het podium. Hij begon toen bij het destijds enige professionele Friese theatergezelschap Tetman de Vries, waaraan hij 6 jaar verbonden bleef. In 1963 richtte hij een eigen gezelschap op, wat 3 jaar later leidde tot een one-man show met begeleiding van professionele muzikanten. In 1967 haalde Wim Sonneveld hem over een programma in het Nederlands te maken en het land door te toeren. Sindsdien bespeelde hij in diverse formaties de vaderlandse podia met vooral zelfgeschreven programma's, zoals Regen op het Bloemkoolcorso en Blauwe Maandag. Met ingang van oktober staat Gratama op het toneel met een zelfgeschreven Friestalige monoloog, de Goudfisk. GPTV zocht hem op tijdens een repetitie in het lokaaltje in Friens. Zij rint elke dag haar rondje door het dorp. De Goudfisk nemen de meisjes haar. En haar rondje door het dorp is wel wat wonderlijker geworden, omdat er net zozeer een doel meer in zit. Nou, dat doel er nooit best, maar destijds zit er toch voor het eerst meer logica in, omdat zij elke dag haar boodschappen hier te dwang. De bakker, de slachter, de kruidenier, de groenteboer. En dan de winkeltjes maar de minder regelmatige, maar toch wel noodzakelijke levensbehoeften, zoals manufacturen en huishoudelijke voorwerpen. Maar al die lietse vormen van negotie hebben het dorp één voor één verlitten als alweer de vrij is. De Goudvis, zei je het stik nou, het is een monoloog. Ja, het is een monoloog en het is het verhaal over een oude man, nog iets ouder dan ik. En dit eigenlijk een heel verhaal, het is eigenlijk een levensverhaal. Je denkt hoe zijn boervrouw dit lieke oud is. En het gaat eigenlijk hoe die dorpen verloren binnen door de jaren heen. Na de oorlog, want de oorsprong van het verhaal luidt ik in de oorlog. En eigenlijk is het een, nou toch hier en der wel een, in die dingen, in het dorpsleven, in het verhoren, is het wel een beetje autobiografisch. Ik weet nog correct hoe het wie, ik weet niet wat het worden is, dus wat dat onbelangrijk is het wel mijn eigen verhaal, een beetje. Ja. Maar het is onnuver dat haar rondje door het dorp nog altijd hetzelfde is als in de tijd dat de winkeltjes van de middenstanders er nog deel van uitmaken als de 5e punten op een gozebrief. Je bent 28 hier en toch nog een solovoorstelling. Ja, je wordt heel keer maar dus je bleef alleen een goer. Nee, maar nee, gewoon, ik is zo zeggen we best om, maar ik ging gewoon droog. Dat is eigenlijk het idee. De Goudvis is de naam van een persoon. Ja, de Goudvis is de naam van een vrouw, zijn vriendin, zijn gewenste liefde eigenlijk, die deze bijnamen kregen het. De Wistveldorpen hebben het algemeen een vrij royaal aanbod van bijnamen. En die deze bijnamen kregen op grond van haar eigen houden en dragen. En daar vertel ik verder niks van. Dat blijkt wel uit het verhaal. Dat doe ik zo zuntjes over dat duidelijk hoe dat al in komen is. Ja. Je mag je dat ik voorstellen, van de ene dag op de oren komt er een vreemd volk binnen dat op dat moment de baas is. Dat dan alle biem met een lanternenpijl op het dorp zijn hindersvijs binnen mij. Dat oerel rennen mij op zijn lezers, oerel in, oerel heen, oerel terug heen, oerel heen. En dat een taal spreekt die je op dat moment maar te verstaan hebt. Dat is nou de taal van dit volk. Dat is de taal die je praten maar dat je wat vregen willen. Dat is de taal die je verstaan maar dat je wat vregen wilt. Dat is de taal van de macht. Dat is de taal dat je je bek in horen moet. Is het een klaagzang? Nee, het is net een klaagzang. Het is een romantisch, idyllisch gegeven. Wel maar een beetje een tragia, een stevige tragische ondergrond. Dus het is net zo dat zij Riens komt nieuw, dus het wordt lachen, gieren, brullen, zei het net. Het is een dramatisch gegeven, maar het is net satisfying, want het is kriemig of het is ellendig of dit en dat. Nee, het is gewoon verteld, eigenlijk, zat het een mooi spelen in het leven. Ja. Oorlog. Hier. Sint-Burg zit in Brussel en Straatsburg. Wekenlang te zien, door een beetje subsidie voor een project in Roemenië of Bulgarije, voor een achterlijke regio. En dan kunnen we weer een wekenlang bongelen over het feit of dat het vijfde duur is en dat we zelf ook nog wel zo'n achterlijke regio hebben. En dan ben het vijfde vol ambtenaren, vijfde vol op zo'n project. Wat zeg je, maar doe wie het oorlog? Binnenkort in uw theater, we beginnen op 8 oktober, beginnen wij officieel met de première in Heerenveen, in het Posthuis. Wij hebben 2 oktober in het dorpshuis van Vrienswet, wij eigenlijk van Simmer wat repeteren in het lokaaltje. Een prachtige gelegenheid, hebben wij een try-out. In de CL, ik leer het er 50 in kennen en je bent in 80 mensen, dus dat, wij hopen dat dat vol wordt. En dan gaan we los, dan gaan we de provincie in en hier en daar voor de Krieten, Boeten, Friesland en ja, dan is het weer van de dik. En daar wou ik het maar bij laten.